Ik ben Edino en dit is mijn terugblik op Kamp van Koningsbrugge Special Edition. Ik denk echt dat het een van de vetste dingen is die ik ooit in mijn leven gedaan heb. Vele malen heftiger dan ik eigenlijk verwacht had. Misschien ook wel leuker daardoor. Ja. Hey Edino, kom, pak hem vast, het gaat. Het is gewoon te zwaar. Het gaat wel, Edino. Ja, dan is mijn hele leven naar de tering. Als je commando zijn, moet je toch ook nadenken over je lichaam? Ik had 100% anders kunnen reageren. Ik denk dat ik gewoon even een moment had moeten nemen voor mezelf. En ik moet heel eerlijk toegeven dat ik daarna ook vrij weinig last van mijn knie nog had. Ik wilde ook gewoon even aangeven hoe zwaar ik het vond en hoe ik eigenlijk mijn best deed. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Het gaat er natuurlijk om dat je niet aan je pijntjes toegeeft. Dus dat heb ik denk ik wel van geleerd. Precies dezelfde momenten, van het vernederen op dat moment naar het boze geschreeuw en dan vervolgens weer de afzondering. Alsjeblieft niet weer die zak. Ik raak bijna in paniek. Ik zat weer vroeger. Ik wilde dat gevoel niet weer krijgen. En dat was de eerste keer dat ik dat weer op die manier ervaarde. Ik vond het echt wel heel heftig eigenlijk. Ik merkte ook, ik begon eens helemaal te trillen. Ook wel een moment waar ik denk ik later echt wel heel veel op terug ben gevallen. In de weken daarna veel met de psycholoog over gesproken. Zo'n setting, dat gebeurt niet in je dagelijks leven, nooit. Maar ja, op het moment dat het gebeurt, dan zie je toch wel dat er echt nog wel wat zat. Ik ben wel blij dat het gebeurd is. Daar heb ik wel wat aan gehad, echt wel. Dus we hebben besloten dat jij toch meegaat. Dankjewel. Oh, yes. Het liep echt precies zoals ik dacht dat het zou lopen. Zij hadden het gehaald en voor mij was het klaar. Door het oog van de naald gekropen, gelukkig. Wel heel blij mee. Ja. Ik heb mezelf echt leren kennen, echt tegenkomen. En ik denk dat ik dat daar ook heel veel aan gehad heb zelf nog. Echt weten waar je het voor doet ook. Ja, ik mis het ook wel een beetje eigenlijk. Ja, echt geen enkele spijt, nee. Ik zou dit wel nog een keer willen doen, ja. Ik weet alleen niet of ik het ook even goed zou doen. Omdat ik denk dat ik dan van tevoren heel veel dingen al ga invullen. Dus ik denk dat het ook wel goed was dat je totaal geen idee had wat je te wachten stond.